Hoi, je zit in groep 8. De juf of de meester denkt dat jij naar het VMBO theoretisch of gemengd kunt. Je bent op zoek naar een school die goed bij jou past. Een kleine, overzichtelijke school waar het gezellig is en veilig. Je vindt serieus werken voor je diploma heel belangrijk, maar je wilt ook graag een plezierige schooltijd hebben waarin je jezelf mag zijn. Je droomt over later. Doorleren op een HAVO of via het mbo naar het hbo. Dan zou je eigenlijk Hildegardiaan moeten worden. Loop eens een dagje met mij mee op de Hildegardes MAVO. Een dagje van 4 minuten. 8 uur. De school gaat open. Iedereen gaat naar de garderobe. Je hebt daar je eigen kluisje. Daarin leg je je boeken en je jas. Je hoeft alleen de spullen voor de 2 volgende lessen te dragen. Je loopt dus niet de hele dag met een zware tas te sjouwen. Dan ga je naar je eerste les. Wat heb je allemaal vandaag? Nederlands. Engels. Frans. Geschiedenis. Aardrijkskunde. Biologie. Wiskunde. Techniek. Tekenen. Gymnastiek. Drama. Voor sommige vakken ga je naar het computerlokaal. Op de Hildegardes MAVO zijn 2 speciale computerlokalen. Je vindt ook computers in verschillende vaklokalen. Technologie. Dat kom je op Rotterdamse scholen nog niet zo vaak tegen. Alle leerlingen krijgen het in de 3e klas. Op de Hildegardes MAVO kun je er zelfs examen in doen. Voor veel beroepsopleidingen is dat een uitstekende basis. Wij beschikken over een prachtig en modern ingericht technologielokaal. Je zou het zelf eens moeten komen bekijken. Spannend, hè? De kleine pauze. In de kantine kun je je boterham eten. Maar je kunt er ook een broodje gezond kopen. Of soep, of iets te drinken. Als het lekker weer is, kan je buiten tafeltennissen of op ons eigen basketbalveld gaan spelen. Na de pauze heb je weer 2 lessen. Je weet precies waar je moet zijn en wat je bij je moet hebben. Dat heb je geleerd in de Wenweek. De eerste schoolweek noemen we de Wenweek. Je mentor of mentrix maakt je wegwijs in het gebouw. Je leert je nieuwe klasgenoten kennen, je leert hoe je met je rooster om moet gaan, wie je leraren zijn, de regels van de school natuurlijk en je mag alle vragen stellen die je wilt. De eerste weken kan er nog van alles misgaan. Boek vergeten of te laat komen omdat je niet goed op je rooster hebt gekeken. Geen paniek. Op de Hildegardes MAVO krijg je 6 weken de tijd om aan al die nieuwe dingen te wennen. Het is niet erg als het in het begin wel eens fout gaat. De grote pauze. De Hildegardes MAVO is een kleine school met 300 leerlingen. De ouders van onze leerlingen komen overal vandaan. Onze school is een echte afspiegeling van de nieuwe Rotterdamse samenleving. En zo gedragen we ons ook. We houden ervan elkaar eerlijk te zeggen waar het op staat. Dat doen we met veel respect voor elkaar en met veel Rotterdamse humor. Beste? Kom nou zeg, ga jij eens even lekker buiten spelen? Alle nieuwe leerlingen worden zonder uitzondering getest. Nu blijkt bijvoorbeeld dat jij een goede MAVO-leerling zou kunnen worden. Maar helaas, je hebt wat problemen met Nederlands. Alle eerste en tweede klassen zijn taalprofielklas. De vakdocent zorgt ervoor dat je alle woorden goed hebt begrepen voordat je aan het werk gaat. Dat gebeurt bij alle vakken. En je hebt een uur extra Nederlands. 3 keer in de week is er midden op de dag het i-uur. Dat is voor alle leerlingen verplicht. Je kunt er aan je schooltaken werken, extra uitleg krijgen of een toets inhalen. Je mag zelf kiezen welk vak je gaat doen. Dat doe je op het mentoruur in overleg met je mentor. De mentor leert hoe je zelfstandig je studie kunt plannen. Dat gebeurt stap voor stap en daarvoor heb je een speciale studieplanner. En als je naar de 2e klas gaat, kun je het helemaal zelf. En huiswerk? Als je goed gebruik maakt van je i-uren, heb je dat bijna niet meer. De Hildegardes MAVO is ook een brede school. We spreken van het steruur. Op het steruur kun je je inschrijven voor allerlei korte cursussen. Er zit voor iedereen wel iets bij. Verschillende sporten, creatieve cursussen, bijvoorbeeld street dance, rap, zelf tv-opnames maken, Photoshop of samen met andere leerlingen een schoolfeest organiseren.
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we in 1 MAVO een speciale printmediaklas in samenwerking met het Grafisch Lyceum. En de HAVO-MAVO-klas in samenwerking met het Cosmicus College is er dan ook in het tweede leerjaar. Zou jij ook Hildegardiaan willen worden? Bezoek dan onze website, vraag naar onze schoolgids en bezoek onze open dag op woensdag 17 februari. Wij zouden het leuk vinden jou daar te ontmoeten.